Dag dames en heren, goedemorgen en welkom bij In Gelderland Live. Ruim 20 jaar geleden alweer stortte haar leven in. Toen haar man ten onrechte beschuldigd werd van betrokkenheid bij de Puttense moordzaak en daarvoor ook de gevangenis inging. Ze schreef daar dit boek over, Nooit meer hetzelfde. Anja Dubois. En gisteravond werd Erik Borias uit Culemborg verkozen tot verteller van het jaar. En daarmee ook ambassadeur van de Vertellersstichting. Straks schuift hij aan. Maar eerst de aanhoudende malaise in de thuiszorg. Eind vorig jaar kwam TSN, grote thuiszorgorganisatie, in de problemen. En deze week was het de beurt aan Verian, ook een grote thuiszorgorganisatie. Vrijdag maakte de organisatie bekend dat ze in de zomer afscheid gaan nemen van ruim 500 mensen vanwege de financiële problemen. Die medewerkers die kregen het bericht te horen op bijeenkomsten en daarna reageerden ze zo. Dat betekent vanaf 1 juni thuis zitten. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Schrikken. Ja, misschien worden overgenomen, maar misschien ook niet. Moeten nog afwachten, is allemaal onzeker nog. Ja, Jenny Hendricks, u bent een van die medewerkers. Ja. Dus u kreeg vrijdag ditzelfde bericht te horen. Donderdag. Hè? Donderdag kreeg u het al te horen. En ja, wat dacht u toen u dat hoorde? Want had u dat verwacht of kwam het tegen een donderslag bij heldere hemel? Het was een beste slag wat er toegediend werd. We hadden dit dus niet verwacht. We hadden meer, en dat liet men ook blijken, meer naar een faillissement toe. Ja. Dan was het voor ons ook allemaal wat gunstiger geweest. Maar zo ze ons neerzetten, nee. Maar de mededeling was, wij kunnen het niet meer betalen, wij kunnen het niet meer aan. En in de zomer gaan we afscheid nemen van medewerkers. Nou, daar kunt u ook onder zitten. Heeft u hier al over gesproken met cliënten? De cliënten komen me vragen bij ons. Die lezen ook kranten, die horen ook verhalen. En dan wordt er van ons geacht dat we daar weinig rugbaarheid aan geven. Want we moeten ons werk doen. Maar toch speelt het bij de cliënten. Want die kijken gewoon naar het nieuws. Die horen dat en die vragen, Jenny, hoe gaat dat? Ja, nou, en dan zijn wij ook degene die gewoon eerlijk antwoord geven. En niet alleen ten gunste van ons. Het gaat ook over het bedrijf, voor het bedrijf. Ja, Marjan Beltsnijder van de FNV, de vakbond. U hoorde het nieuws ook. Nou, eind vorige week dan, hè? Sommige donderdag, andere vrijdag. In elk geval vrijdag is het naar buiten gebracht. Was het nog schrikken voor u of zat het toch wel heel erg eraan te komen? Nee, het was wel schrikken voor ons, omdat wij juist... In december is er een nieuw zorgakkoord met staatssecretaris Van Rijn afgesloten. Er is voor 2016 200 miljoen extra en voor 2017 300 miljoen extra voor de thuiszorg. Juist om dit soort problemen op te lossen, om werkgelegenheid in stand te houden. En dan komt Verian met dit verhaal. Dus wij waren verbaasd. En ik heb ook gesproken onder andere al met de wethouder van Apeldoorn. Van, ga nu dat geld inzetten om naar die nieuwe functie ondersteuning thuis toe te werken. Zodat je deze medewerkers, die gewoon heel waardevol werk doen, in dienst kunt houden. En dat de cliënten en de medewerkers aan elkaar gekoppeld blijven. Ja. Even voor de duidelijkheid. Dat geld is nodig, want de medewerkers zijn te duur. Er zijn contracten afgesloten voor werk, voor goedkopere medewerkers eigenlijk. En dus zitten ze met te veel dure contracten nog. En dat kunnen ze niet betalen, de thuiszorgorganisaties. Zo ligt het, hè? Nee, dat is de omgekeerde wereld. Gemeenten stellen te lage tarieven. Ja, en daardoor, zegt Verian, zijn deze medewerkers te duur. Maar deze medewerkers, waar het om gaat, die verdienen ongeveer €12,50 bruto per uur. Kunt u mij zeggen dat dat te duur is voor zo'n belangrijke functie in onze samenleving? Namelijk ouderen en gehandicapten die langer thuis kunnen blijven wonen, waardoor ze niet naar duurdere zorg komen. Het is helder waar u staat. Wethouder Hendricks, zoals ik het net uitlegde, zo was het niet. Het komt omdat gemeenten te laag inkopen. U zou er meer geld voor over moeten hebben. Laten we allereerst constateren dat de hele omvorming van de zorg, hoewel we de huishoudelijke hulp al begin langer, vorig jaar, is ruim een jaar aan de gang. Nee, maar de huishoudelijke hulp doen wij al veel langer als gemeente. Maar goed, daar is een forse bezuiniging op gekomen. Een forse bezuiniging van 40%. Mevrouw Beltsnijder geeft al aan van dat er wat verzachtende maatregelen genomen worden. Maar ook deels pas in 2017. We moeten nu acteren met wat we nu hebben. En al die veranderingen hebben wel een behoorlijke impact. Impact op onze bewoners die de zorg nodig hebben. En impact op de werknemers die ook onze inwoners zijn van onze gemeente. Dus ik snap best wel dat mensen daar ongerust over zijn. Over hoe ziet onze toekomst eruit enerzijds. Maar gaat u zin op wat mevrouw Beltsnijder zegt? Zij zegt, nee, het is niet zo dat thuiszorgorganisaties
contract hebben afgesloten voor werk wat goedkoper is. En dat ze dus te dure mensen in dienst hebben. Het komt omdat de gemeenten niet genoeg willen betalen. Wij willen betalen voor de kwaliteit die wij krijgen. Maar wij moeten het wel doen met het budget wat we hebben. Wij zeggen ook van de hele omvorming van de zorg is, gaan we eerst met de mensen in gesprek. Wat kunt u zelf, wat kunt u via netwerk regelen? En wat er dan nog nodig is, dat moet gewoon gebeuren. Dat zal de gemeente ook altijd inzetten voor onze inwoners. Maar wat wel zo is, vanuit Den Haag is een vrije marktwerking verplicht geworden voor de gemeente. Dus wij moeten openbaar aanbesteden. En dat, wij kijken natuurlijk, we hebben een aantal voorwaarden aan de voorkant in het bestek, waar de kwaliteit ook benoemd is. Maar de organisaties, die zullen ons kwaliteit bieden en een prijs die eraan vastzit. En dan gaan we kijken van, nou ja, wat is de gunstige combinatie? Overigens zeggen wij... Tenminste, het principe is niet om met één aanbieder verder te gaan met meerdere aanbieders. Zoals wij in onze gemeente al steeds gewend zijn. Ja, maar wat levert dat dan op? Alleen maar dat ze nog meer tegen elkaar op gaan bieden? Dat is de marktwerking zoals je in Den Haag opgelegd is. U heeft als gemeente de code verantwoord marktgedrag ondertekend. Daarin staan tarieven genoemd, hè. Waarmee je dus normaal cao-salaris kunt betalen. Maar Verian zegt dat u te lage tarieven biedt. En Verian is met de code in de hand met u in gesprek gaan. Dus ik ben wel heel benieuwd, welke tarieven biedt u dan? Nou, Verian is niet met de code in de hand met mij in gesprek geweest. Daar laat ik voorop stellen. We hebben de code ondertekend, maar daar hebben we hardop uitgesproken dat wij... Het rekenvoorbeeld, hè, de code spreekt letterlijk over... Dit is het rekenvoorbeeld om een illustratie te geven van... Ja, welke onderdelen horen er in ieder geval in te zitten. En de bedragen die erbij genoemd worden, dat is illustratief om in ieder geval te laten zien van dat is zo de kostprijs opgebouwd kan worden. Ja. Maar om het niet te ingewikkeld te maken, hè, u zegt er is een code en die zegt je moet betalen wat het werk waard is. En dat de code zegt van er moeten een aantal onderdelen in zijn dat de werkgever fatsoenlijk werkgeverschappen kan vullen en dat er op een nette manier met de werknemers gewerkt kan worden. Ja. Kijk, en de bedragen die erbij zijn, nogmaals, betalen wat het werk waard is. Betalen wat het werk waard is, maar de bedragen die als rekenvoorbeeld in de code staan, zijn niet de minimumprijs voor de gemeente. Dus daar staat er ook letterlijk in. Ja, Jenny Hendricks, eventjes over betalen wat het werk waard is. Hè. Wat is het werk? Want we praten natuurlijk over huishoudelijke hulp. Poetsen, oneerbiedig gezegd. Nou, maar dat doen we u mee tekort, denk ik. Nee. Het is niet alleen plumootje stofdoek. Wij zijn er ook voor de mensen. De mensen zitten ook met zorgen, zitten ook met problemen. Die horen ook dingen. Daar moet ook over gepraat kunnen worden. Dan moeten we een stoel bij schuiven. Dan praten ze tegen onze rug, praten wij terug. Nou, dat is niet fatsoenlijk behandelen. We hebben het met mensen te doen. We hebben het niet met een product wat in een fabriek gedaan wordt. Ja, en dit is dus heel belangrijk werk, want als dat niet goed gedaan wordt, dan kunnen mensen in grotere problemen vervallen. Dan heb je als gemeente denk ik ook alleen maar grotere problemen op te lossen. Ik ben ervan overtuigd, en zo werken wij ook in de gemeente Beuning. Wij proberen zoveel mogelijk voorzieningen aan de voorkant in te zetten om de vraag naar zorg uit te stellen, CQ zelfs te voorkomen. Ja, en zullen mensen langer goed thuis kunnen blijven? Door heel niet ieder is in staat om de zorg zelf aan te schaffen, nemen. Eigenlijk beaam ik wat u bedoelt, hè, van hoe dichter men bij de mensen zit, hoe beter men ook signaleert en sneller men signaleert, hoe eerder wij in staat zijn om die zorg tijdig in te zetten. Nou, dat is niet waar. Een belangrijke functie. Het blijkt dat Maar is u dat dan ook niet gewoon meer geld waard? Want dat is een investering, Dat kan op allerlei manieren. Dat kunnen wij hebben in Beuningen in ieder geval een zeer strak, zeer sterk netwerk van huisartsen, ouderverenigingen, noem maar. Heel veel betrokken partijen, en families weten ons ook te vinden, heel veel betrokken partijen kunnen ons ook die signalen geven. Het is niet zo dat wij afhankelijk zijn van één organisatie die die signalen zou kunnen verstrekken. Ja. En waarom wordt daar dan niks mee gedaan? Waarom moet er net zo'n groot netwerk lopen om mensen die zelf niet meer in staat zijn om dat aan te vragen? Dan zijn wij dus de eerste die een arts bellen als de mensen in problemen komen. Dan zijn wij dus degene die de mensen verschonen, omdat het een uur duurt voordat er iemand komt die dat kan doen, waar wij de gevolgen dan weer van zullen hebben. Ja, maar Marjan Belsnijder, wat mevrouw Hendricks vertelt, dat zo zou het moeten zijn, maar dat kan bijna niet meer, want ze moeten toch met de stopwoords werken? Ja, maar dat vind ik ook zo triest. Deze medewerkers die hebben zo hard voor hun cliënten, want vaak komen ze er al heel lang, dat zij dat gewoon in eigen tijd gaan doen.
En dat is gewoon te gek voor woorden. En dan ook nog proberen om met een minimumtarief op de eerste rang te zitten. Deze medewerkers vangen heel veel op. Voorkomen dat cliënten naar duurdere zorg gaan, naar verzorgingshuis, pleeghuis of in het ziekenhuis terechtkomen. Dus ik heb zoiets van, waardeer dit en trek daar geld voor uit, want het is preventief. Ja, en nou zegt u, vorig jaar, eind december, is met dat nieuwe zorgakkoord is er extra geld ter beschikking gekomen. En er is ook nog eens een soort van noodfonds van wat is het, 60 miljoen of zo? Ja. Zodat als gemeenten, bijvoorbeeld Verian trekt zich nu terug omdat de gemeente niet meer kan of wil betalen, dan zou daar dat fonds voor aangewend kunnen worden? Ja, absoluut. Dat is daarvoor bedoeld. Behoud van werkgelegenheid, behoud van de relatie cliënt medewerker. Het is gekoppeld aan het ontwikkelen van een nieuwe functie, een bredere thuiszorgfunctie, ondersteuning thuis. Er kunnen pilots gestart worden, dat kan Beuningen doen, dat kan Apeldoorn doen, elke gemeente, Harderwijk of Zwolle. Alleen, dan moet een wethouder moet daar zich wel politiek sterk voor maken. Ja. Kent u dat potje, noodfonds? Nee, noodfonds ken ik niet, maar ik heb binnenkort een afspraak met mevrouw Beltsnijder, die hadden we al eerder gemaakt, en dan kan ze mij dat uitgebreid toelichten. Ja, want ik zit even te denken, als Verian inderdaad omvalt, als er niks komt om ze te redden, dan heeft u natuurlijk als gemeente ook een groot probleem. U zegt, er zijn meer aanbieders en we zijn niet van één aanbieder afhankelijk. Nee, we hebben drie aanbieders in Beuningen nu, hè? TSN, T-Zorg en Verian. Met Verian, en we gaan er 1 juni gaan we de ontstelsel wijzigen. Verian heeft aangegeven, tot 1 juni werken we onze tijd uit. Ja. De mensen blijven aan het werk, onze inwoners krijgen de zorg van hen. En met de nieuwe aanbesteding doen we niet mee. Dus gemeente Beuningen, dus u hebt een nieuwe partij dadelijk, of een aantal nieuwe partijen in uw gemeente na 1 juni. Maar dat, denk ik, zou heel slecht zijn. Want uw cliënten die u kennen en die een vertrouwd gezicht, die willen dat u terugkomt. Ja, en die willen ook graag dat ik blijf. Alleen, als de gemeente niet voldoende met mijn werkgever tot elkaar kunnen komen, dan houdt mijn werkgever er mee op. Dus dan ben ik niet alleen de dupe, want ik heb geen werk meer. Maar mijn cliënten, die staan op straat. Ja, want hoe vervelend ook het is voor uw werk, daar zit je niet op te wachten dat je zonder werk raakt. Die cliënten, daar is het allemaal om begonnen natuurlijk. Die mensen hebben hulp nodig. Marjan Beltsnijder, de wethouder zegt net, nee, ik ken dat potje niet. Dan is er toch iets structureel mis, denk ik, als vorig jaar zomaar 60 miljoen ter beschikking gesteld is en gemeenten maken daar nog niet gebruik van. Ja, ik ben niet verantwoordelijk om de gemeentes te informeren. Nee, maar ergens is er dus iets misgegaan. Want de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de koepelorganisatie van de gemeentes, is heel strak betrokken geweest bij dit plan en bij deze uitkomst. Dus dan roep ik de Vereniging Nederlandse Gemeenten op om als ze donder hun gemeentes te gaan informeren. Want hier ligt gewoon een kans. En we zijn gek als we hem niet pakken. Ja, dat lijkt mij ook. 60 nogmaals, kijk, moet ik even aangeven, op het gebied van huishoudelijke hulp, er volgen heel veel uitspraken, ook van de rechters. Maar ook steeds dat staatssecretaris Van Rijn het systeem wat er gaat wijzigen. Ja, dat is voor gemeente, en dat is niet het enige waar de gemeenten mee bezig zijn. Zeker op het gebied van zorg niet, maar ook de hele andere trits. Dus we hebben heel veel bij te houden en wij gaan erover in gesprek. Ja. De staatssecretaris zegt overigens ook, die organisaties zijn te groot geworden. TSN dient geloof ik 300 gemeenten. Heeft dus 300 teams die in al die gemeenten bezig zijn. Hij zegt, we hadden het nooit zo groot moeten laten worden. Is dat mede een oorzaak van dat er iets mis is gegaan? Of is de staatssecretaris daarmee een beetje zand in de ogen strooien? Ja, volgens mij is hij een beetje zand. Kijk, er zijn best organisaties die een te grote overhead hebben, dus back-office, dus niet de handen aan het bed. Nou, daar gaat veel geld naartoe. Als ik bijvoorbeeld naar Verian kijk, het zij wat laat, maar ze hebben afgelopen jaar behoorlijk gesaneerd in zeg maar de ondersteunende kosten om maar voor te zorgen dat ze financieel gezond kunnen worden. TSN is datzelfde verhaal. Maar ik zie een ontwikkeling in de hele thuiszorg dat juist managementlagen gaande uit, staffunctie's gaande uit. Er wordt met zelfsturende teams gewerkt, waardoor de kosten laag worden gehouden en de regie bij de medewerkers ligt. Ja, want het is wel een kostenverhaal. Ik hoorde de woordvoerder van de brancheorganisatie voor de thuiszorg zeggen, er moet wel iets gebeuren, want in dit tempo hebben we over een paar jaar helemaal geen aanbieders meer. En dan zijn we natuurlijk helemaal ver van huis. Ja, maar er zijn ook geen bejaardentehuizen waar de cliënten terecht kunnen. Nee. Dus waar komen ze dan?
Wat zou u tot slot, hè, wat zou u graag willen, wat zou uw ideaalbeeld zijn voor komend jaar? Wat zou er nu moeten gebeuren? Dat de gemeentes toegankelijker zijn tegenover de bedrijven die nu werkzaam zijn, zodat wij gewone mensen fatsoenlijk en normaal te hulp kunnen komen. Nou, dat lijkt me een mooie oproep om dit verhaal te eindigen. Dank jullie wel. Maar we hebben uiteraard wel gebruik gemaakt van die huishoudelijke hulptoelage. Ja. Die hebben we vorig jaar ingezet om die werkgelegenheid ook te bouwen. Ja. Goed, bij deze gezet. Dank jullie wel. Hebben, goed. Ja. De Puttense moordzaak, die veranderde haar leven ingrijpend. Haar man Herman die verdween voor 7 jaar achter de tralies. En nou ja, dat betekent wat als je in een gezin met jonge kinderen bent en je man wordt zomaar weggerukt. En zeker als hij ook nog eens een keertje onschuldig bleek. Maar dat bleek pas 8 jaar later. En toen, Anja Dubois, toen was uw leven al vernield. Kunnen we lezen in dit boek Nooit meer hetzelfde. Wat gebeurt er met je als je dat overkomt op zo'n zondagmiddag, dat je hoort dat er iemand vermoord is en gaandeweg, nou ja, word je ermee in verband gebracht, opgepakt en veroordeeld? Ja, dat was ruim 5 weken later. Kijk, 9 januari is het allemaal gebeurd en de eerste keer dat ze bij ons voor de deur stonden was 10 februari. En dan denk je eerst van, nou, ze komen gewoon voor een buurtonderzoek of ze willen wat weten. Mijn oom die reed veel in het bos, dus dat begreep ik eigenlijk allemaal wel. Ja, totdat, ik moet even terug, dat was 8 februari. 2 dagen later werd mijn zwagertje, toen de vriend van mijn zus Wilco. Dat was nog maar net in de familie eigenlijk? Eigenlijk, ja, wij hadden hem nog maar een paar keer gezien. Ja, ja. Ja, en die werd er ook mee in verband gebracht? Ja, die was als eerste werd hij gearresteerd. Ja, en dan wil je gewoon, kijk, want je legt een verklaring af wat je denkt, wat je gedaan had. Want je moet echt gewoon 5 weken terug. Er wordt op dat moment gewoon echt van je geëist. Of ja, ik kan echt wel zeggen, gewoon geëist. Wat we die dag hadden gedaan. Ja, dit is een heel verhaal, want ze werden uiteindelijk ze werden vastgehouden. Ja. Ze werden gehoord. Ze hebben uiteindelijk een bekentenis afgelegd. Waarvan ze zeggen, ja, ik zat helemaal doorheen. Ik wist niet wat ik zei. Hoe je het ook bent of keert. Ja. U wist dat hij die zondag dat het meisje vermoord werd. Dat Christel Ambrosius vermoord werd. Dat hij bij u op de bank zat en het niet gedaan kon hebben. Als je dan toch voor, dat moet gekmakend zijn. Dat is gekmakend. Dat je daar je zeker weet en je kunt het gewoon, ik kon het gewoon niemand duidelijk maken. Ik werd gewoon niet geloofd. En dan weet je iets 100% zeker. Ja, dan voel je je zo machteloos. En dan, dan maak je ook boos. Want dan denk ik van ja, kom, weet je, hij kreeg een stem van verkrachter en moordenaar. Dat is natuurlijk het allerergste waar je van verdacht kan worden. Ja, in een dorp als Putten, waar iedereen ook nog een keertje iedereen kent. Ja, ja. Dan verandert je leven enorm, denk ik, of niet? Ja, helemaal. Het leven, kijk, het boek heet Nooit meer hetzelfde. En het zal nooit meer hetzelfde worden. En het is ook nooit meer hetzelfde geworden. Weet je, het is gewoon 100% omgedraaid. Je bent iedereen heeft een mening over je. Moet je altijd verdedigen. Elke stap heb ik voor mijn gevoel moeten verantwoorden, zeg maar. Ik voel me ontzettend bekeken. Je wordt natuurlijk lastiggevallen. We hebben echt vreselijke dingen gewoon door de deur heen gekregen. Maar ook telefoontjes. Echt om de 5 minuten. Echt de hele dag door, 's nachts door. Weet je, ja, dat is gewoon niet te beschrijven. En wat in het boek heel erg duidelijk wordt, is de druk die er op u lag. U had ook 2 kleine kinderen aan wie u het ook moest uitleggen. Ja. Hij heeft het niet gedaan, maar toch zit hij in de gevangenis. Ja. En elk weekend moesten zij maar mee op bezoek. Nou, dat wouden ze zelf heel graag. Ja. Ze hebben nog nooit, Herman heeft 6 jaar en 8 maanden vastgezeten. En ze hebben 1 keertje overgeslagen. Omdat ze maar ze wilden altijd graag naar hun vader? Ja, 100%. Ja. Ja, ja, ze sloegen echt nooit over. Maar dat is een andere jeugd dan ze anders gehad hadden. Ja, dat hoort natuurlijk niet. Kijk, mijn oudste zoon was 18 en toen zei hij wel van mam, zegt hij, ondanks alles heb ik een fantastische jeugd gehad. En omdat ik geprobeerd heb om alles zo normaal mogelijk door te laten gaan. Ik heb altijd gezegd, justitie kan mijn leven kapot proberen te maken en ze pakken een stuk van me af. Ze komen niet aan mijn kinderen. Dat heb ik gewoon, dat heb ik gewoon echt alles voor gedaan. Om dat zo normaal mogelijk door te laten gaan. Ja, u zegt justitie heeft geprobeerd mij kapot te maken. U heeft wel wrok, hè? Want u vindt dat ze u echt, nou ja, ze hebben niet goed naar het verhaal van uw man geluisterd. Ze hebben hem verhalen in de mond gelegd, opgedrongen. Ja. U vindt echt dat u wat is aangedaan. Ja, dat vind ik echt, ja.
Ja, ik snap het ook niet. Ik snap niet. Kijk, ik weet dat er 's morgens een briefing is. Zo noemen ze dat, als een rechercheteam bij elkaar zit. En ik kan niet begrijpen dat er van die 25 mensen nooit is iemand geweest is die zegt van ja, hallo, mag ik even? Weet je wel, dit klopt toch niet? Nee. Het DNA is niet van deze mensen. Kijk, het is in de hele wereld nog nooit voorgekomen dat het DNA op een slachtoffer gevonden is en dat die mensen veroordeeld zijn. Dat is echt nog nooit nergens voorgekomen. Het is wel zo dat als er geen DNA gevonden is, dan begrijp ik het nog wel, weet je. Doordat, ja, wat dan ook, dat je dan een tunnelvisie of wat dan ook krijgt. Mm-hmm. Ik begrijp dit niet. Ik kan hier niet mee uit de voeten. Ondertussen zat hij toch in de gevangenis, onterecht. Ja. En uw leven ging door. Maar u kreeg op een gegeven moment geen uitkering meer, omdat u weigerde van uw man te scheiden. Want hij had tenslotte niks gedaan. Dat betekent dat u in al die tijd ook behoorlijk schulden heeft moeten opbouwen, denk ik. Want u moest een regeling treffen. Ja, ik heb het geluk gehad dat ik een vriendin die werkte bij de bank. En dan is Putten ook weer een voordeel dat Putten heel klein is. Want dan een hele hoop mensen kenden Herman. En die man die toen zeg maar de directeur was bij onze bank, die kende Herman ook. En die had gewoon zoiets van, jongens, dit kan niet, weet je wel. En als hun er niet waren geweest, dan had ik op straat gestaan met mijn kinderen. Ja. Want nee, ik kreeg geen uitkering, dan moest ik gaan scheiden van Herman. Na 7 jaar, bijna 8 jaar, kwam hij toch op vrije voet, omdat zijn straf gewoon erop zat. Bijna 7 jaar, dat is 6 jaar en 8 maanden. Ja, en na 8 jaar volgde de vrijspraak alsnog. Maar nadat hij op vrije voeten kwam, toen veranderde alles, denk ik, of niet? Nee, dat dacht ik wel, ja, dat alles zou veranderen. Maar dat was niet zo. Nee, kijk, dat stigma dat heb je en daar kom je gewoon niet vanaf. En kijk, natuurlijk denk je zelf van, nou, is nou thuis, weet je wel, nu gaat alles goed komen. Maar dan besef je op een gegeven moment, na een hele lange tijd, dat je een totaal andere man thuis hebt gekregen. En ik ben ook anders, ik ben ook veranderd. Ik ben super zelfstandig. En dat vond Herman ook heel erg moeilijk, want hij zei ook, ja, jij redt je eigen wel, je hebt me eigenlijk niet nodig. En dan zei ik, ja, ik heb je wel nodig. Ik had toen geen keus. Maar dat duurde best wel heel lang voordat hij ook weer dat besef een beetje had, dat ik hem gewoon nodig had. Ja, ja. En op straat, de omgeving, hoe werd er op u gereageerd? Want, nou, straf zat erop. Ja, kijk, de nare dingen, die doen mensen altijd achter je rug. Dus in je gezicht, dan denk je wel, dacht ik eerst altijd wel dat het mee viel. Totdat er bij mij natuurlijk ook verhalen via komen. En dan dacht ik ook van, gadverdarrie, weet je wel, ik sta met mensen te praten en ze geven me het gevoel dat ze. Maar het blijkt gewoon dus dat het heel anders is. Ja. Ja, want op een gegeven moment was er dus een echte vrijspraak. Hè? Er was een herziening van de zaak. Ja. Toen werden ze echt vrijgesproken. Dat er gezegd, ze hebben er niks mee te maken. En toch vonden mensen dat moeilijk te geloven. Kijkt u even naar de reactie die we op die dag opgenomen hebben. Had u het verwacht? Eigenlijk niet, nee. Waarom weet ik niet, maar. Verrast. Toch wel, ja. Ja, wat vind je ervan? Ik zou het niet weten. Ik heb geen idee of ze het wel of niet hebben gedaan. Ja, dat was op de dag van de vrijspraak. Ja. Dat mensen dus kennelijk nog twijfels hadden. Kwam je dat veel tegen? Ja, heel veel. Maar het werd ook een beetje gevoerd door justitie zelf. Hè? Want de jongens waren vrijgesproken. En wij zaten in de bus op weg naar huis. En dat was ongeveer een half uur daarna. En toen hoorden we een persofficier zeggen van, ja, het is jammer dat het zo gelopen is, want wij hebben een andere mening als dat de rechter nu heeft. Kijk, en als al iemand van justitie dat zegt, dan is een gewone burger, die gaat daar toch weer heel gauw in mee. Dan ga je die vrijspraak toch weer in twijfel trekken. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Later is er een echte dader opgepakt met een 100% DNA-match. Ja. Veranderde het toen? Werd het toen beter? Ja, dat zou je denken. En toen werd er nog weer gezegd van, nou ja, dan zijn ze er wel bij geweest. Weet je, dat. Mensen willen er gewoon niet. Maar het ligt. Kijk, als wij een publiekelijk excuus hadden gehad van justitie, wat we nooit hebben gehad, terwijl we ook een gesprek hebben gehad met de minister, ook jaren later, toen was Ronald Pieper al in beeld, dan was het ook nog weer anders geweest, denk ik. Maar er is nooit een publiekelijk excuus geweest. Nee, dus, nee. En dan ben je dus veroordeeld, heb je je straf uitgezeten, dan word je uiteindelijk vrijgesproken, er is een dader opgepakt. De minister heeft op enig moment zelfs gezegd, wij vinden dat we moeten een baan gaan zoeken voor ze om ze te helpen. Ja. Bent u geholpen na die tijd? Nee. We hebben op geen enkel moment, ook niet toen hij helemaal thuis kwam niet. Want dan wordt er gezegd, je hebt geen recht op hulp van reclassering, want het is een ontkennende verdachte. Gewoon, Herman heeft een paar gulden, toen was het nog guldens, gekregen om naar huis toe te komen. En dat was het.
En echt, we hebben nog geen 5 minuten iemand bij ons in huis geweest. Aan uw lot overgelaten. En ik vraag dat omdat de advocaat die u heeft geholpen bij het herzieningsverzoek toen... en die uiteindelijk tot de vrijspraak heeft, Knoops... die zegt, ik wil eigenlijk dat hier kamervragen over komen. Ja. Hoe kan het dat iemand onterecht een straf uitzit... en vervolgens aan zijn lot overgelaten wordt? Ja, nou, dat vraag ik me ook af. Ik vind juist een beetje... ik zie ook natuurlijk heel veel dingen om me heen... wat er gebeurt binnen justitie. Dat de mensen veroordeeld worden en wat ook bewezen is dat ze gedaan hebben. En als hun straf erop op hebben zitten, dan worden ze echt letterlijk en figuurlijk aan de hand genomen. En ze krijgen een uitkering, ze krijgen een woning, er wordt gezorgd voor werk. En er wordt alles voor geregeld. En we hebben gewoon echt ook totaal niks gekregen. Ja, een zak geld. Maar weet je, dat is zo makkelijk. En ik weet ook dat er reacties nu komen en die zijn ook al geweest. Van ja, nou gaan ze de schuld in justitie leggen, want ze hebben geld gehad, het geld is op. En nu is justitie aan de beurt. Dat is helemaal niet het geval. Nee, maar mensen zeggen inderdaad, 9 ton hebben ze gekregen. Dat is heel snel opgegaan. U heeft een huis gekocht. Dit is wel snel opgegaan, zeggen mensen dan. Ja, ik had natuurlijk ook heel veel schulden. Dat weten mensen niet. En dat zeggen mensen ook niet. En dan moet je ook nog eens bedenken dat ik 2 kleine kinderen had... die een vreselijke tijd hebben gehad. Dus die heb ik stront verwend. Ik ben leuke dingen met ze gaan doen. Want dat hadden ze langzamerhand wel verdiend. Nou, dat vond ik wel. Ik moet even nog naar een ander... Want ik ben langzaam maar zeker met hort en stoot het leven weer op de rit. Hè. U beschrijft dat ook in het boek. Maar 2 jaar geleden kwam Herman, uw man, weer in aanraking met justitie. Dit keer voor iets wat hij wel gedaan heeft. Hij heeft transporten verzorgd met middelen voor ecstasy achter in de auto... waarvan hij nu zegt, ik wist niet dat het voor ecstasy was. Maar hij heeft wel gezegd, ik heb dat gereden. Ja. Dat kan maar zo zijn dat hem weer een gevangenisstraf boven het hoofd hangt... als hij daarvoor veroordeeld wordt. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik moet er natuurlijk niet aan denken. En ik wil er ook nog niet aan denken dat dat gebeurt. Maar ik hoop ook gewoon dat bewezen kan worden, zeg maar, in hoeverre hij daarmee te maken heeft. Het is een hele grote zaak. Het gaat echt over miljoenen. 38 mensen zijn er betrokken. 38 mensen, en waarvan ik 1 naam hoor. En dat is alleen Herman Dupuis. Van die alle anderen hoor je helemaal niks. Ik bedoel, ik weet gewoon dat Herman gewoon echt op de onderste tree van die ladder heeft gestaan. Dat weet ik gewoon echt wel gewoon zeker. En dat is ook gezegd. Maar ik bedoel, het is gewoon natuurlijk... Kijk, hij heeft daarvoor gewerkt. Maar dat heeft hij allemaal heel netjes gedaan. En, ik heb met pakbonnen gewerkt. Ja, maar hij heeft middelen getransporteerd die niet mocht transporteren. Ja. Dus hij heeft een probleem. En het kan dus zijn dat u hem inderdaad weer een tijdje kwijt bent. Ja. Ja, dan gaan we daar ook wel weer door. U zult wel moeten, hè? Ik zal wel moeten, ja. Ja. Anja Dubois, dank u wel. Graag gedaan. Kijk, regen. Striemde die nacht. Gitzwart was het. Golven beukten tegen de dijk. En her en der op de dijk stonden mannen, diep weggedoken in hun jassen, turend en wakend over de Waal, hun stok diep in de dijk gestoken. Die kraakten onder hun voeten. Plots zag een van hen hoe van de schuimkoppen van de Waalrivier er 2 houvast zochten, als waren het paardenhoeven. In de vette klei van de dijk. Ja, in de vette klei van de dijk. Aangeschoven is Erik Boorjas op het plaatsje van Jenny Hendricks. Eventjes dit verhaal, hoe loopt het af? Het loopt zo af dat die paarden op de dijk komen. Paarden van schuim. Ze galopperen over de dijk. Kataklop, kataklop, kataklop. En even is het stil. En dat is op het moment dat ze over de coupures in de dijk, de doorgangen in de dijk springen, die met hoogwater dicht worden gemaakt met planken en zand. En dan blijkt de volgende ochtend dat doordat over die coupures heen springen, dat op dat moment die spookpaarden hun mest lieten vallen. En door die mest bleef de stad gespaard, het water spoelde daar niet doorheen. En sindsdien, overal bij coupures, stoppen ze de coupures bij hoogwater dicht met stro en paardenmest. En daar gaat dat verhaal over. Kijk, dit is Erik Boorjas, sinds gisteren verteller van het jaar. En daarmee ambassadeur, hè, van het vertellen. En dit is het bijbehorende beeld wat u gisteren gekregen heeft. Want u bent al 25 jaar, denk ik inmiddels, verteller. Verhalen vertellen, ja. En dat verhalen vertellen. Het is iets, volgens mij is de oudste kunstvorm die er bestaat, of niet? Er zijn zelfs al mensen die zeggen, Eva moest toch wel een heel goed verhaal hebben om Adam met die appel te verleiden. Dus ja, er is al 6.500 generaties worden er verhalen verteld. En het schrift hebben we pas, geloof ik, 600 of 165 generaties. Want ooit hadden we dus niets anders, dus mensen moesten wel.
precies. Alles werd doorverteld, alle kennis, alle ervaringen werden doorverteld door middel van verhalen. Want alles wat we doen, iedere waarneming is een verhaal. Als we vers brood ruiken, dan vinden we dat lekker, omdat we er een verhaal achter hebben. Als mensen geen verhalen aan dingen kunnen koppelen, worden ze heel erg verward. Dus alles is een verhaal. Maar het is kennelijk een beetje in onbruik geraakt. We hebben natuurlijk, we zijn geïndividualiseerd, we zijn digitaal geworden. Met andere woorden, de verteller was minder nodig. En het moet kennelijk aan de man gebracht worden, anders was er geen ambassadeur benoemd. Dat klopt. Maar het vertellen is ook alweer heel erg aan het terugkomen. Mensen ontdekken ook wel dat ze een beetje verdrinken in die digitale wereld. En dat er heel veel, juist doordat we zo global worden en dat alles snel gaat via Facebook, Twitter enzovoort, zoeken mensen de eigenheid weer op. Wat gebeurt er in de Je ziet het nu met alle paniek die er ontstaat op het moment dat er ergens asielzoekers gehuisvest moesten worden. Help onze cultuur. Onzin. Want verhalen zijn er van over de hele wereld. En de laatste wat we zien is dat het vertellen weer heel erg aan het terugkomen is van, oh, wacht eens even, hier komen we vandaan, daar komen we vandaan. En door die verhaal, neem een programma als Wagen vol Verhalen. Ja, waarin mensen aanschuiven en ineens weer streekverhalen terugkomen. En dat we zo ontdekken dat de man die een appelboomgaard heeft op de Appeldijkje in Geldermalsen dezelfde problemen heeft als de olijvenboomgaardbeheerder in Syrië. Het zijn dezelfde verhalen. Ja, dus het is gelukkig weer aan het terugkomen. En u doet dit al tientallen jaren in Tiel, in uw huidige woonplaats Culemborg, maar eigenlijk door het hele land. U bent geloof ik een van de meest gevraagde vertellers van Nederland. Wat voor verhalen vertelt u zoal? Want wat u nu vertelt is een beetje, dat zijn cultuurverhalen, maar volgens mij doet u ook boeken, of niet? Ja, dat is van alles. De cultuurverhalen die horen bij een wagen vol verhalen, bij wat we vroeger in Tiel deden en wat we vanmiddag weer gaan doen. Maar ik ben heel erg van de boekbewerkingen, van Brief voor de Koning, van Schatteiland, voor de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Omdat je door het vertellen, dat is voor mensen een totaal andere beleving dan voorlezen. Er wordt ook vaak gedacht van, als ik ergens kom van, oh, hier is uw glaasje water, een tafeltje voor uw boek, kunnen we nog iets doen? Tafeltje weg, want je hebt geen boek. Vertellen, dat doe je uit je hoofd. En dat is niet een letterlijke tekst, dat is gewoon, oh ja, hoe is het verhaal? Want neurologisch, dat is onderzocht, gebeuren er bij het vertellen en het ervaren van een verhaal hele andere dingen dan wanneer je een boek leest of een film kijkt. Mm-hmm. Dus, maar het is wel echt vertellen, want u heeft eigenlijk geen hulpmiddelen. Ja, misschien een kostuum, maar verder is er niks op het podium. Nee, wat er verder is, is de fantasie van het publiek. En wat de verteller doet, is dat hij beelden schetst van het verhaal. Ik zie toevallig een fractie van een seconde eerder dan het publiek wat er in het verhaal gebeurt. En dat schets ik. Ik kan zo'n paard maken en meteen begint iedereen op zijn eigen manier een paard vorm te geven. Dat is heel anders dan dat ik zo'n paard in een film digitaal neer zou zetten. Dus het enige wat ik nodig heb is de fantasie van de mensen. Ja, en die vergeten vaak dat ze het hebben. U doet een beroep op de verbeelding van uw precies, publiek. Ja. Ja, ja. En hebben we daar geduld voor, anno 2016? Want we zijn natuurlijk gewend op de iPad snelle beelden te zien en dingen snel tot ons te nemen. Als je naar een verteller gaat zitten luisteren, dan moet je lekker achteruit gaan zitten en je verbeelding. Precies. En mensen denken vaak, oh, daar hebben we helemaal geen tijd meer voor. Die spanningsbogen zijn allemaal veel korter, kunnen we niet aan. Dat is helemaal niet waar. Dat is alleen zo omdat we ons laten verblinden door al dat digitale gedoe. Op het moment dat mensen gaan zitten, en dan, ik noem ons vaak beeldhouden in de fantasie. En een goede verteller, als die dan bezig is, dan ineens poef, komt weer die fantasie die kinderen sowieso hebben, maar die we allemaal hebben, en waar die kalklaag van fatsoen en de regeltjes en normen en weet ik wat allemaal opkomen, dan wordt ineens een stukje afgeslagen en dan pats, komt die fantasie. En het is een beetje het poetsen van een koperen bel die dof is. Iedere keer als die verteller bezig is, komt er weer een glimmetje en een glimmetje en een glimmetje. En dan zeggen we, hè, heb ik een uur zitten luisteren? Ja, je hebt een uur zitten luisteren. Heel kort, hoe ziet het jaar van de vertelambassadeur eruit? Wat gaat u het komend jaar allemaal doen? Nog drukker zijn dan dat ik al was. Ik ga samen met de ambassadeur van 2015, mijn Vlaamse collega Mia Verbeelen, want het is een ambassadeurschap voor het Nederlands taalgebied, dus Nederland en Vlaanderen, gaan we allerlei initiatieven van samenwerkingsverbanden, projecten die er zijn in steden, festivals, om mensen aan het vertellen te krijgen, die gaan we nog meer vormgeven.
In het onderwijs gaan dingen gebeuren, op pabo's gaan dingen heel gebeuren. Heel veel activiteiten. En vanmiddag in Tiel in de beurs te zien, samen met Mia Verbeelen. Dus als mensen meer willen zien van Erik Borjas, van half drie in Tiel. Dank jullie wel allemaal voor jullie komst. We zijn alweer door de tijd heen. Helaas, dat is altijd zo op zondag. Dit was In Gelderland Live voor deze zondag. Volgende week, dan zijn we er weer. Dan hebben we in elk geval te gast Miranda de Vries, burgemeester van Geldermalsen, die dan net die raadsvergadering over die problemen rond het asielzoekerscentrum achter de rug heeft. En dan praat mijn collega Annemieke Schakelaar met haar. Dank aan al mijn gasten. U thuis bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week. Dag. Dank.